Goeiedag en welkom bij aflevering 32 van Mikey Emote met de Antwerp. Ik heb mails ontvangen. Ik heb een transferbod ontvangen voor Nader Gandri en Faris Haroon. Daar gaan we nu even naar kijken. Faris Haroon heeft een bod van 630.000. Die wil eigenlijk niet verkopen, dus we gaan een bod vragen. Het spijt dat we Haroon kwijt zijn, maar dan kunnen we echt wel een andere speler kopen. Dus we gaan 1.500.000 vragen. Dat gaan ze nooit accepteren, maar voilà, we blijven Haroon behouden. Dan naar de Gandri 590, dan gaan we proberen toch ietsje meer voor te krijgen. Naar de Gandri, goede speler, maar ik kan hem eigenlijk niet gebruiken in mijn systeem. Dus daar ga ik proberen 800 voor te krijgen. 690. Dan gaan we 780. Blijf bij 690. Dat accepteren we ook niet, we blijven ook Gandri behouden. Dan zie ik jullie graag terug wanneer er nog iets gebeurt. Dan hebben we een bod ontvangen voor Jati van Waasland Beveren van 1.200.000. Dat is niet genoeg, we gaan meer vragen. Een miljoen tweehonderdduizend, daar doe ik het niet voor. 2 miljoen. Nee, we komen echt niet tot een conclusie, dus dag, ik verkoop Shadi niet. En dan zijn we nu klaar voor de uitwedstrijd tegen Sporting Lokeren. Beide ploegen hebben dat 2 wedstrijden het maximum van de punten, dus wie wint, doet een zeer goede zaak. Ik zie jullie graag terug bij de wedstrijd. Goedendag en welkom hier in het Dakraamstadion voor de wedstrijd tussen Sporting Lokeren en Royal Antwerp FC. We zijn klaar voor de volgende wedstrijd van de competitie. En in dit vroege stadium van de competitie kan je het wel een topper noemen, want beide ploegen staan op kop met het maximum van de punten. In de spelersdebuut bij Antwerp, Tuur Dirks gaat terug in het rood spelen. En maakt hier zijn eerste minuten. Better service now from a lad that does swing in good crosses. The line-up for the home side. En de elf namen voor Sporting Lokeren, Peter Maas heeft voor deze spelers gekozen. Verzulst in doel, dan Tisovic, Filipovic, Razul, Garet, Huppert, Overmeijer, Torres, Slagveer, Lukas Stojanovic en Söder. En nu voor Antwerp heeft manager Nick Albrecht deze elf namen gekozen. Bollat in doel, dan Van Damme, Sal, Batumi, Sika, De Laat, Rodriguez, Corijn, Haroon, Tjus Dirks, Jobri Hermans en William Owusu. This referee is en het scheidsrechter vandaag is Wesley van Gorten. En we zijn eraan begonnen. Eerste kans Hermans. Ik heb pas op Dirks. Dirks trapt net over.
eerste kans stuur direct. Dat Huppert, maar de redding van Boat. De corner met slagveer. Razul, redding Boat. Hier terug met slagveer. Wordt niet volledig lekker, Lucas Stojanovic. De Seuder. Huppert, redding Boat. En dan gaan we rusten. In een eerste helft die vooral op het middenveld gespeeld is. Beide ploegen zijn er wel eens een keer kunnen uitkomen, maar niet echt super gevaarlijk. Alhoewel dat Lokeren eigenlijk wel een doelpuntje verdiend had. Maar dan ben ik heel optimistisch. De helft gestart. De Laat. Corijn trapt hem met naast. Wat een kans voor Alexander Corijn. En Slagveer trapt met naast. We zijn hier met Huppert en die legt de 1-0 binnen. Op het uur maakt Lokeren 1-0 en moeten we achtervolgen. En zo hier. Roen wordt gered door Davino Verhulst. Super. Slagveer wordt gered door Boat. Dan gaan we wissel doorvoeren. Sam Boyata-Bare en Joaquin Arbaïs komen met de Messica en Corijn vervangen. We gaan in een 3-5-2 spelen. Te Laat. Met een mooie voorzet en Rodriguez trapt hem binnen. Wat een mooi doelpunt. Wat een mooie pas van Richie De Laat. En zeer mooi afgewerkt ook. Goed gelopen door Rodriguez. Laatste wissel dan. Faris Haroun wordt vervangen door Stallone Bombay. En Huppert nog. Naast getrapt. En dan is de wedstrijd afgelopen. We spelen hier 1-1 in het Dakenham Stadion. Mogen we eigenlijk wel blij mee zijn. Lokeren verdiende meer en is echt wel een goede ploeg dit seizoen. We hebben gewonnen. Tuur Dirks heeft niet al te veel laten zien, maar hetgeen wat hem liet zien was tenminste al positief. Goed aan de bal. Mooie voorzetten, maar worden niet afgewerkt. En staat hier Lokeren en Antwerp 1-1. We gaan proberen het Siebes Schijvers te ruilen met Anthony Knokkaert. En dat vinden ze goed. Ze gaan nu onderhandelen met Schrijvers voor een contract. En we hebben Schrijvers. En dan zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd. En die spelen we thuis tegen Waasland-Beveren. Ik zie jullie graag terug bij de wedstrijd. En welkom dan hier op de Bosuil voor de wedstrijd tussen Antwerp en Waasland-Beveren. Bosuil is weer goed volgelopen. Staat u met vierde in de stand. Met evenveel punten als de eerste, maar minder doelsaldo. Het minst scorende team is Waasland-Beveren. Ze hebben op 3 wedstrijden tijd 1 doelpunt gemaakt. En daar zit weer aan Brecht de Jager. En Morioka, toch wel de 2 betere spelers van Waasland-Beveren. Het zijn de 11 namen voor Antwerp. In doel, Sira Bollat, Van Damme, Sal, Batuwin, Sika, De Laat. Rodriguez, Corijn, Haroun, Dirks, Hermes en Owuzu.
This is how the visitors will line up. Menu voor Waasland Beveren. Heeft Philippe Clément voor deze elf namen gekozen? Goblet in doel, dan Demir, Camacho, Boatamakanga, Jans, Ampoma, Sek, Kools, Vanzo, Morioka op de 10. En hij zet Brecht de Jager in de spits. Dat vind ik maar raar. Brecht de Jager in de spits zetten. Maar misschien kan dat goed uitdraaien. En Hans de Notenboom is de scheidsrechter van vandaag. En Brecht de Jager zal de wedstrijd op gang trappen. En we zijn eraan begonnen. Hermans met de kans. Een compliment met de voetreflex. Dan de hoekschop met Heijremans. Wordt gekopt. Redding compleet. En wordt weggewerkt door Camacho. Een Tuur Dirks. Met de voorzet. Van Damme buffelt hem binnen. 1-0 op het kwartier. Ietsje daarna. Mooie voorzet Dirks. En prachtig binnengekopt door Jelle Van Damme. Voor Van Damme is zijn eerste doelpunt dit seizoen. De hoekschop van Waasland Beveren wordt niet volledig weggewerkt. Kools met de voorzet. Redding Bollat. Nog altijd niet weg. Morioka trapt ver naast. Dan De Laat met de rush. En de voorzet. Owuzu kopt hem net naast. Dan gaan we rusten met een 1-0 voorsprong. Een verdiende voorsprong. De meeste kansen zijn voor ons. Brecht de Jager nog nauwelijks gezien deze wedstrijd. En de mooie goal van Van Damme. 1-0 hier de ruststand op de Bosuil. Dan starten we aan de tweede helft. Dan gaan we een wissel doorvoeren. William Owuzu is geblesseerd en wordt vervangen door Joaquin Ardaïs. Ardaïs dan met de rush. Met het paasje Dirks wordt gered door Goblet. Dan gaan we een nieuwe wissel doorvoeren. Faris Haroun wordt vervangen door Siebe Schrijvers. Zijn debuut hier op de Bosuil. Dan de bal van Demir gaat maar net naast. Dan balverlies van Van Damme en Ampoma laat deze kans niet liggen. En scoort de 1-1. Dom balverlies van Jelle Van Damme. En wordt direct afgestraft. Hier de kans. Op de lat. En nog eens op de lat. En wordt dan eindelijk weggewerkt. Dan Rodriguez. Rodriguez voorbij de keeper op de paal, maar Ardaïs goed gevolgd en legt de bal binnen. Wow, 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 wow. Op 2 minuten tijd. 3 keer het doel houdt, maar dan toch eindelijk Ardaïs met het doelpunt. En dan is de wedstrijd afgelopen. We winnen hier toch wel met een gelukje van Waasland Beveren. Mighty, mighty close, but the right result. Yeah, I think that's true, Martin. Yeah, they contributed plenty, scored a few goals, and just edged it for me. Well, when you don't score, you can't win, and if you concede, of course, you lose, and that's what's happened to the visiting team again, short of goals. Yeah, the manager will be in no doubt as to where he's got to concentrate his efforts on the training ground. Daar hebben we een transferbod gekregen voor Geoffrey Heijremans voor 1.900.000. Daarvoor laten we hem echt niet gaan. Voor 10 miljoen mogen we hem hebben. Sorry. Dan hebben we een transferbod gekregen voor Mustafa Sal van Standaard van 4 miljoen. We willen meer. Ik zeg 10 miljoen.
Dan krijg je hem niet. En dit was dan aflevering 32 van mijn Keer Mode met een Antwerp. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering. En daarin spelen we uit tegen KV Kortrijk. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.